Welkom bij de allerlaatste aflevering van seizoen 1 van Womanhood. Tegenover mij zit Mahi. We zijn hier in het Made.com apartment. En naast ons zit Broederliefde. Welkom! Yes. Welkom! Surprise! We zijn er. Yes, het is ook een speciale uitzending, want we zitten niet aan tafel. We zijn met een grote groep. Wel coronaproof allemaal, gelukkig. Ik hoef ze eigenlijk niet eens meer te introduceren, want jullie kennen de jongens van Broederliefde. Als je de laatste album Medaille nog niet hebt gecheckt, check it out. We gaan het vandaag hebben over vrouwen, guys. Zijn jullie ready? Gezellig. En normaal hebben we altijd de get to know questions, maar vandaag hebben we onze vrouwelijke volgers op Instagram gevraagd: wat zouden jullie nu echt aan mannen willen vragen? Dus we hebben wat kijkersvragen die we aan jullie gaan stellen. Dus die vrouwen wisten ook niet dat het om broeders ging. Precies, ze wisten niet aan wie, maar in algemeen. Voor het mannelijk perspectief. Voor het mannelijk perspectief. Die met 5 mannen. Dus de eerste vraag: hoe kan een vrouw signalen van een man lezen om te weten dat hij een spelletje speelt of dat hij serieus is? Ze willen ze geheim. Dit ligt gevoelig. Oké. Want vanuit vrouwelijk perspectief is het ook gewoon hoe hoog, zeg maar, zit jouw mensenkennis. Zeg maar. En het is ook vanuit mannelijk perspectief van wat voor signaal wil je afgeven. Of tot hoeverre wil je gaan met de vrouw, of wil je dat ze, zeg maar, dat van je afleest, toch? Okay. Het blijft een spelletje, denk ik, toch? Het is, denk ik, vanuit de man van wat is jouw intentie precies. En dan zijn het, denk ik, gewoon kleine signalen zoals een bepaalde effort, toch? Een bepaalde effort die je in een relatie wil zetten. Als dat misschien iets minder is, dan kan het al heel snel op een soort spelletje lijken of zo. Maar ik denk dat het per man verschilt. Oké, dus het verschilt echt per man. Ja, denk ik het ook. Hoe je in het leven staat. Ja. En is het ook de mensenkennis van de vrouw? Van oké, hoe goed kan je iemand lezen? Oké, volgende. Hoe denken mannen in de talking stage, wanneer je met elkaar aan het praten bent, dat je net aan het daten bent, wat is dan belangrijk voor de man? Dat je dan uiteindelijk denkt van, hé, in deze stage, I like her. Ik denk wel dat hij wifey material is. Zo snel? Je hebt toch wel die intentie gelijk als jij met elkaar aan het praten bent. Dan heb je al wel gelijk van, dit is het niet, maar ik blijf praten. Of dit is het wel, ik wil haar mijn wifey maken. Kijk, ik denk zo snel al dat je al denkt van, dit kan mijn vrouw zijn. Ik persoonlijk heb dat niet heel snel. Dit is mijn vrouw. Nee, maar in die talking stage is het wel van, je zoekt wel een bepaalde connectie, een bepaalde zelfde interesses. Als je over bepaalde dingen praat, dat je dan... Je voelt al heel snel van, oké, we kunnen levelen. Het is zo hoog, die energielevel is zo hoog, dus het klikt wel, maar hoe het verder loopt, dat is... Maar waarom hebben jullie dat dan niet? Want ik heb bijvoorbeeld als vrouw zijnde wel eens van, dat we op zoveel dingen gemeen, dat ik denk van, Wil je duidelijk antwoord? Ja. Schade. Jer, ik denk dat we Jer moeten vragen. Ja, Jer is dat ook lachen, dus schade. Nee, ik denk dat het... ik denk dat als je al, zeg maar, te ver met je hoofd bent, dat je iets jinxt. Ja, man. Precies dat. Je jinxt het allemaal. Ik vind dat een relatie iets is wat je moet overkomen, zeg maar. Niet iets is waar je al met je hoofd moet zijn. Omdat... je bent gewoon dan al te ver voor het moment of zo. Zorgt ook voor teleurstellingen, denk ik. Het verschilt per persoon, zeg maar. Maar je zegt dan schade bijvoorbeeld. Nee, maar zeg maar, om hier, zeg maar, op voor te borduren, is zeg maar, het verschilt ook, hè. Want het verschilt ook per cultuur, verschilt ook per religie. Dat is waar. Snap je wat ik bedoel? Want als je bijvoorbeeld kijkt bij de islamitische mensen. Snap je? Dan is het van... Jij kan ook gewoon van dag op dag kun je gewoon voorgesteld worden aan een vrouw. En dat kan gewoon jouw vrouw voor je de ware zijn. Dus het verschilt maar net vanuit welke cultuur. Dat is wel een mooie, daar heb je wel gelijk in. Maar ik wil nog even inhaken op dat stukje schade. Want jij zegt net heel mooi, we hebben allemaal schade. Maar moet schade dan het dingetje zijn om misschien de liefde van je leven mis te lopen? Nee, maar dat is, dat is het risico. Zeg maar, met de tijd, zeg maar, wel... Ik denk dat we allemaal wel, zeg maar, hier
wel een lichtelijke schade hebt. Elke schade is verschilt weer. De ene is bijna tot los, de andere is weer gewoon lichtelijke schade, beperkt, crashes. Yeah. En ik denk dat daarin, zeg maar, dat wel verschillend is. Wat je hebt meegemaakt, zorgt ook weer, zeg maar, dat neem je ook weer mee naar de volgende persoon, zeg maar. Correct. En als je het vanuit die optiek, zeg maar, moet kijken van, oké, we kunnen wel levelen, maar ik ben een beetje voorzichtig. Snap je? Dat is al een lichtelijke vorm van schade. En dat is het. Ik denk, het heeft ook te maken met vertrouwen. Snap je? Ja, en dat is uiteindelijk het moeilijkste, toch? Ik denk, ook voor vrouwen, als je een soort van iets ervoor hebt meegemaakt, je neemt het onbewust mee. Ja. Al wil je het niet, je neemt het mee. Je gaat letten op dingen die er misschien helemaal niet zijn. Ja. En dan, je maakt het inderdaad lastiger voor jezelf, waardoor je misschien inderdaad de liefde van je leven misloopt of wegjaagt of iets in die richting. Maar ik denk dat het ook wel een combinatie is. Je hebt schade van wat je hebt meegemaakt, maar ook je eigen geloof van liefde, toch? Ja. Dus hoe ver wil je gaan? Mijn ouders zijn bijvoorbeeld nu 33 jaar getrouwd. En ik durf te zeggen dat mijn vader of mijn moeder nooit is vreemd gegaan. Kijk, ik weet niet eens oud, maar wat ik weet, van hoe ver ik het weet, dat denk ik dus. Dus dat is mijn voorbeeld geweest. Ja, ik hoor volledig goed voor een andere generatie ook toch. Ja. Dat is er was goed. Geen sociale druk en je kon minder zien. Geen social media. Ja. Dat is ook, zeg maar, de essentie van het geloof, toch? Ook religie. Want daarin zijn die dingen ook, zeg maar, verboden eigenlijk. Ja, je hebt taboes. Ja, toch? Dus dan is het ook anders als je nu in de huidige situatie waar we nu in leven, de huidige wereld waar we nu in leven, is het gewoon lastiger. Het is gewoon precies, dat is het. Het is lastig deze tijd om echt je alles te geven aan een vrouw. En andersom ook, snap je? Mm-hmm. En ja, daarin kan je een beetje van, ja, wat wordt het dan? Dan krijg je allemaal vraagtekens. En dan ga je denken dat het een spelletje bijvoorbeeld is. Of, snap je? Terwijl, het heeft denk ik gewoon te maken met vertrouwen. We zien te veel. Dat is het. Precies. Want het bestaat wel. Ik had laatst toevallig een broeder gesproken van mij. En hij zei ook tegen mij, hij zegt van, ik vroeg aan hem van, hoe heb je dat gedaan, weet je? Want hij komt ook uit zo'n situatie. Hij was ook, hij heeft ook fouten gemaakt. We zijn mensen, we maken allemaal fouten. En hij heeft ook, hij is ook uitgegaan, gedronken en dat. Maar zijn vrouw heeft helemaal geen, ze had wel Facebook, maar ze heeft Facebook afgesloten. Hij heeft ook ervoor gekozen omdat hij heeft alleen WhatsApp. Mm-hmm. En hij zegt gewoon, of gevoelsmatig werkt het ook gewoon. Hij is gelukkiger. Het ligt ook een beetje in je eigen hand, denk ik. Ja, zeker. Hoe ver geef je eigen vertrouwen zodat die andere het neemt en het teruggeeft? Ja, klopt. We zitten weer op één lijn. Oké, de volgende, die had ook een kijker, de vraag had, was ook gesteld. Wat zouden jullie doen als je voor één dag een vrouw was? Daar ben ik zo mee. Ik wil van ieder van jullie weten. Laten we beginnen bij Edson. Zo, stil, vertel. Wow. Wat zou ik doen als ik vrouw was? Als je voor één dag, je wordt morgen wakker, je bent een vrouw. Wat is het eerste wat je zou doen? Ik zou kijken hoe het voelt om als vrouw seks te hebben, man. Ik ben wel benieuwd wat ik zeg maar aardig hier. Ja, man. Gewoon straight, ja man. Okay. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja, oké. Hele goeie. Ik zou denken, ik wil hem bevallen of zo. Ik denk niet dat je dat wil. Even kijken. Van de zwaarste dag van een... Je mag één ding kiezen. En dan kies je dat? Ja, de zwaarste dag van een vrouw. Van een vrouw. Jij wil echt tegemoet komen, man. Bro, je bent gek. Er is toch zo'n test. Hansie had het laatste. Of ongesteld zijn of zo, even. Ja, die had zo van die stickers en die ging de man het aanzetten. Maar niet dat moet. Dat is alleen weer. Dat is de pijn voor de. Of ik zou ongesteld willen zijn of zo. Ja, man. Want er wordt altijd geklaagd van buikpijn, je weet het niet. En dan weet ik het en dan weet ik waarover ik praat, zeg maar, toch? Ah joh, ik word van normaal. Oké, Hems, M? Zo, misschien klinkt dit een beetje tegenstrijdig. Allee, ik zou één dag golddigger zijn. Ja? Het zou één dag. Ja, ik had ook zoiets in mijn dag. Waarom? Nou, ik heb dat toen bij haar. Gewoon vanuit die perspectief van hun, even kijken. Hoe dat is. Hoe dat is, wat hun echt voelen en gewoon even één dag kijken hoe die soort van, die chicks die echt daarvoor leven, gewoon hoe dat voelt. Okay. Ik sluit me aan bij hem. Dat wil ik ook een keer. Gewoon even één dag gewoon. Gewoon, er wordt helemaal voor me gezorgd. Er wordt voor me gezorgd, in de watten gelegd. Precies. Je wordt op handen en voeten gedragen.
die tories bij je voeten. Hey, ik hoor je. Lekker steek. Ik zie mijn lijn. Die visjes bij je voeten. Zo. Hey, lekker, ik denk oprecht, kijk, ik heb het nooit gedaan. Maar ik denk niet dat je gelukkig kan zijn, want die liefde maakt je gelukkig. Kijk, als je me vraagt wat zou je doen als je vrouw zou zijn, zou ik dat niet doen. Ja, maar omdat je zegt, ik wil weten hoe dat voelt. Ja, gewoon één dag. Gewoon je zet één dagje, ben je even die of morgen ben je weer gewoon de oude. Dan kan je weer denken van, oké, hier begrijp ik ze wel, hier begrijp ik ze niet. Nou, dit zou ik nooit meer doen. Dat zeg maar puur vanuit die perspectief. Ja, en schijt gewoon naar Dubai. Tref je dag om Olenge en zo. Ik ga mee. Eén dag. Bella en Ems gaan samen. Gaan we samen, hè? Gaan we het managen. Oké, Sap. Ik ben benieuwd, man. Jij gaat sowieso met iets komen nu. Ja, ik... wat zou ik willen? Ik zou, als ik één dag vrouw zou zijn... Kijk, komt misschien ook wel een beetje in lijn met het gold digger zijn, maar... Ik zou wel een soort van, ik zou mannen echt willen manipuleren. Een soort van echt in gewoon helemaal mindfucken, zeg maar. Je toch, want vrouwen zijn zo'n krachtige wezens. Je toch, ze kunnen mannen gek maken. En ik zou ook dat, ik zou graag een keer een soort van andersom dat spelletje over met dat wat jij zegt, zeg maar van gewoon een vrouw zijn. En dan maar een aantrekkelijke vrouw. Ja, toch. Met nu toch een gekke buurvrouw. En dan zou ik gewoon zeg maar mijn DM's en zo kijken. Ja, toch. En dan... Van wie jumpen allemaal? Van wie lijkt me wie? Wie loopt die like spelletje met me te spelen? Ja, ja, ja. Wie wil deze vlees graag? En dan ga ik deze brek van maken. Dan praat je. Dan praat je. Maar broer, dan kijk, dan praat je. En ik zou zeg maar kijken of Matties die vieze tories bij elkaar doen. Ja, zulke dingen. Gewoon twee Matties fixen jou. Tegenover elkaar uitspelen. Ja, dus eigenlijk vanuit een vrouw de mannenperspectief bekijken hoe dat gespeeld wordt. Okay. Je zou emotioneel chanteren dus. Ja, basically. Basically, scherp. Oké, next question. Precies, ik moet deze vraag weer krijgen. Wat zouden jullie ervan vinden? Stel, je hebt een date met een dame en die dame blijft slapen. En ze laten een scheetje of ze heeft een grote boodschap. Ja man. Ja, dan man. Kan ik ook gelijk die van mij laten. Ja, dat Laat hem puff. Breek het uit. Ja, we kunnen poepen, maar ik ook poepen. Ja. Door een precies wat iedereen zo net zegt. Is iets om te onthullen. Ja man. Dat gooi ik gelijk die van mij. Kan je kunnen zo. Bekijken wat ik meer stelt. Dat is het man. Nee, door maar kijk, je moet wel een eerste date bro. Ik zeg je eerlijk. Nee, maar door ze blijven slapen. Dit is wat vrouwen willen weten hè. Ze blijven afslapen. Drie keer die ijs meteen. Broer gek. Die ijs spat man. Maar weet je hoe fucked up mannen soms weggaan bij vrouwen? Ze komen in hun auto, hij staat zes puffen. Ze lopen alles in te houden, joh, die nacht. Eerste date is nog te snel. Ja, maar ja, dat hoeft niet te... Dan ben je boem. Maar ik zeg je eerlijk, het is beter, man. Nee, maar soms... Soms is het niet ik gewoon, is gewoon, raar, echt, even gewoon eerlijk. Soms ik hou gewoon mijn puff in. Is misschien 6-7 poeja's. En hij gaat niet naar beneden. Dus hij moet tegenkomen. Zeg maar. Je moet hem. Weet je hoe pijn dat doet? Dit kan je niet meer. Ik snap je, maar. Ja, man, stel, je zit pijn, tegenover man. Haar. Of je zit samen op de bank tv te kijken en je weet, je moet. Ik denk niet dat wij zijn. Gewoon laten. Wij zijn niet meer op naar wc. Nee, ja, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, man, schatje, laat je gaan. Je hebt techniek, hè? Ja, zeg maar, je houdt hem in, je houdt hem in. En dan wordt die, zeg maar, die geluidpuff, wordt die. Ja, ik hoor je. Die houdt die. Maar die wordt puff. En dan moet je moet om je moet om in tuin. Hé, wacht, je moet om in tuin. Je moet iets doen. Je waait om in. Ja, kijk. Hé! Oké, maar dit is als jullie het doen. Maar wat als die vrouw dit bij jullie doet? Ga je niet doodlachen? Nee, ik sta wel even stil gewoon. Je gaat doodlachen. En ik zeg ja, man, schat. Ik zeg wel, laat je gaan, man. Nee, man. Oké, dus kortom, jullie vinden het geen probleem. Vrouwen waren benieuwd, maar vinden mannen het geen probleem. Eerste keer is wel... Maar is hoe? Stel je voor, je maakt een grap. Ja, toch. Stel je voor, je maakt een grap en ze vindt je grap echt grappig. Maar ze laat die grap. Kijk, ik ben eerlijk, stel dat ze er mee op. Is
Nee, man. Moet niet in een model. Dat wil zeggen dat het comfortabel is. Oké, wacht. Die laat de strings en zo in de badkamer en zo, die dat gelijk te worden. Guys, dus wie stemt op eerste keer kan? Hand omhoog. Dus jullie zeggen nee. Nee, man. Jij bent al wel hele tijd rustig. Ja, nee, het ligt ook echt aan de situatie. Hè. Kijk, als het gewoon in een... Dat is moeilijk met zulke dingen. Ja, ik hou daar echt van. Gelijk in mijn vrouw, ik hou ook van foto's, maar bij deze ben ik ook echt met nee, man. Bro, sta je voor, bro. Je zit als is comfortabel. Ja, kijk, comfortabel. Je kan niet comfortabel zijn. De druk is eraf. Je kan niet comfortabel zijn. Oké, wacht. Geen idee, vraag het zelf. Niet te goed. Ja, je hebt echt gewoon een shout-out. Ja, ik ga het omdraaien. Siwa, zou jij puffen op je eerste date met die guy als je op de bank zit? Of een grote boodschap doen op de wc? Dat plan je toch niet? Maar wacht, zou je wel een grote... Je kan hem inhouden. Sorry, zou je wel een grote boodschap doen in de wc? Nee, ook niet. Ik zou het echt inhouden en een smoesje bedenken om naar huis te gaan of zo. Nee, joh. Dit vind ik echt erg. Dit is echt erg. Nee, maar ja. Stel je voor, je hebt hotel genomen, alles, man. Zij moet nu boeken. Dat is dat waar, man. Dat is voorbereid. Je moet uit huis gaan alleen. We zijn toch mensen? Dat vind ik wel. Okay, principieel. Wat zei je? Daar zijn meningen verschillen daarin. Yeah. Maar dat is bij ons principieel is dat normaal. Okay. Is dit ook van te comfortabel? De eerste date is ook. Nee, maar Schmer, nu jij bent met haar gaan eten. Bowlen. Broers, dat jij voelt. Bowlen, eten. Daarna, opeens, je zegt tegen haar schatje, moet je thuis zetten of ga je mee? Ze zegt, ik voel me goed bij je, ik blijf. Jij belt een hotel, een mooie suite. Sweet, hoog, alles op top. Mooie vloer, blote voet. En nu je komt daar en ze zegt, ik moet naar huis. Maar wat ze gaat je die reden niet vertellen. Ze gaat niet zeggen, ik moet naar huis, want ik moet poepen. Zeg het tijd, maar dan zou je zeggen, schat, we rijden naar je huis, ik wacht voor je deur. Aan poep, douche, nee, kom maar. Nee, maar, stop, je gaat te snel. Ze zegt, ik moet naar huis. Nee, maar waarom? Guys, zou ik een ervaring vertellen? Ik als vrouw. Ja. Ik heb een keer gehad, bij mij thuis had je beneden een wasserette en daar zat ook een wc in. Toen heb ik gezegd, ik moet naar mijn buurvrouw, naar die wasserette gegaan. Heb ik mijn ding gedaan, ben ik weer naar boven. Sterk. Tactisch. Nee. Sterk. Tactisch. Ja, top. En die top. Niks. Ja, dat is niks. Maar schat, ik ga even naar beneden, ik moet wat. Ga je naar die hoofd-wc van de hotel, ga je daar misschien? Of ja, ik weet wat je dan ook. Ja, je verzint als vrouw. Nee, dat is het. Okay. Dat is het. Als ga je bij de lobby next poepen. Question. Next question. We gaan naar de lobby. Ja, maar schat, ga niet naar huis, poep in de lobby. Oké. In de lobby. Ga naar je buurvrouw. Jullie hebben het gehoord. Oké, zijn mannen bang voor een onafhankelijke vrouw? Wat zou jullie ervan vinden als een vrouw bijvoorbeeld meer verdient dan een man? Nee, dan ben je een gangster. Alsjeblieft, toch? Ja, dan ben je een gangster. Alsjeblieft. Dan ben je de grootste soldaat die er bestaat. Alsjeblieft. Want jij pakt je pak en ik pak mijn pak. Samen zijn we sterk. Ja, ik snap ergens wel dat mannen daar bang voor zijn. Het is een ding. Nee. Ik denk dat hij is een hele lastige gangster. Wat ga je daarmee doen? Altijd meer verdienen dan een vrouw dan? Nee, ik snap wat hij bedoelt. Want dat betekent, ze heeft ook echt persoonlijkheid. Haar tong is wat broer, er is een bepaalde attitude. Je bent niet op tijd. Nee, maar laat het vertel. Ik zeg, ik snap inderdaad dat mannen daar bang voor zijn. Omdat onafhankelijke vrouwen hebben meestal, inderdaad wat hij zegt, een bepaalde persoonlijkheid, een bepaalde zelfvertrouwen, nee toch, ze hebben je niet nodig. En daar kunnen situaties ontstaan, want kijk, mannen zijn mannen. Hun hebben altijd, willen altijd een soort van dominant zijn, altijd het gevoel hebben van, niet per se dat je boven iemand staat of zo, maar gewoon van vrouwen, ik zorg voor de vrouw, andersom hoeft dat niet. Maar als dat niet zo is, dan kun je in hele andere discussies komen te staan thuis, waar je dan misschien denkt van, ik moet mijn toon een beetje zakken. Nee, maar dat is dan de zwakte van een vrouw, vind ik. Nee, waarom? Nee, bro. Jij hebt het nooit meegemaakt. Nee, ik ook niet.
Maar ik snap het wel. Meegemaakt. Nee, maar dat is echt story. Iemand die het heeft meegemaakt kan, daar ben ik wel mee eens. Dus wij kunnen er niet over praten, zeg je me nu. Wie van jullie heeft dat wel eens meegemaakt? Ik kan je wel zeggen. Een vrouw die voor meer geld dan jullie dat, verdienen. Het is makkelijk om te zeggen, van, bro, het kan gewoon. Dat is die vibe van, voor jou doen anderen. Als je in die zit. Ik had een, die was niet mijn vrouw of zo, maar ik had was een wat oudere vrouw als mij. Ik was 19 of zo. En ze had een bloemenzak, maar gewoon echt een gekke bloemenzak. Dus ik voelde me wel top. Ik werd opgehaald in een... Die hebben allemaal meegemaakt. Dat is chillen. Dat is ook een situatie. Die dame, die vrouw, die heeft iedereen, elke boy meegemaakt. Maar dat is ook een situatie. Ja, maar die heeft iedereen. Dat vind ik ook niet erg. Zou pata voor jou kunnen. Jij bedoelt dat maar. Je hebt een relatie. Pata voor jou, pata voor jou. Zou pata voor jou. Dat is in het begin. Bro, dat is een vrouw. Dat zou ik het ook niet erg vinden. Daarna koop je weer wat voor haar. Oké, al bij al, conclusie. Ik vind het geen probleem. Jullie vinden het nice. Nee. Jij zegt van het kan hier en daar. Ja, man. Je begrijpt dat mannen. Althans, ik zeg ook nooit heel veel dingen tellen bij mij. Karakter, als je kracht hebt, jij bent meestal van samen. Ja, toch? Samen zijn sterk. Weet je wat is? Het kan zeg maar. Dat heeft ook denk ik te maken een beetje met schade. Snap je wat ik bedoel? En dat begrijp ik ook, snap je? Maar kijk, ik ga een situatie schetsen. Dus als zij meer dan jou verdient in huis, het kan. Gaat jouw mannelijkheid omlaag. Nee, het kan. Tot een bepaalde hoogte. Als jij zelf ook weet waar ik strijd, en zij strijdt ook. Maar stel, wij gaan 10 jaar. Ja, toch? En in die 10 jaar ben ik succesvol geweest, jij was wat minder. Ja, toch? En jij maakt een gekke succes. Nee, dan gun ik jou dat. Ja, nou dan. Nee, maar dat is een andere vorm. Nee, maar stel, ze is al heel succesvol. Ja, dat is de vraag. En je vindt niet haar mooi en knap. Anders ben ik jaloers. Anders ben ik jaloers, maar zij vindt ook. Ik heb een voorbeeld. Oké, één klein voorbeeld. Juist. Bijvoorbeeld, snap je? Nee. Ik geef jou Je hebt bijvoorbeeld Nicki Minaj en die guy met wie ze nu gaat. Ja, toch? Ze heeft gewoon een ching van hem. Ja, nee, maar hoe vind jij dat eruit ziet? Ik ga daar niet over oordelen, ze hebben een kind gekregen. Ja, nee, maar bro, hoe vind je ik vind het trauma voor die boy, man. Nee, maar... Hij ziet er gezond uit. Ja, toch? Hij ziet er gezond uit, bro. Ik ken hem niet. Het is gewoon een guy waarschijnlijk van de street. Kijk, ik vind dat trauma, man. Nicky het is en Miek. Mooi om te zien. Nicky en Miek. Kijk, Dat ging niet. Kijk daarom door. Je zag het. Ze kon met hem sparren. Dat bedoel, en dat is wat ik bedoel. Omdat zij gaat haar, wat hij zegt, die stem opeens verheffen voor wat... Nee, maar... En dan zeg ik, de karakter... Ja, intensie is heel belangrijk. Als zij niet zo is, dan kan het voor mij. Dus het ligt ook aan karakter. Tuurlijk. Dat is het. Dat snap ik. Dat is wat ik bedoel. In een relatie zou ik dat niet meenemen. Dan wil ik het niet. Hoe ik nu in het leven sta en ik zou zeg maar in zo'n situatie zitten, dan weet ik dat het geen probleem zou zijn, omdat ik heb best wel veel persoonlijkheid en karakter. Snap wat ik bedoel? Maar in een jongere periode en dan met een oudere vrouw, nou, ik zou daar echt aan baby liggen. Nee, zo bedoel ik het ook niet. Het is meer zo maar van, die situatie, stel, er is een dame die werkt echt bij een mooi bedrijf, ze heeft een goed salaris. Ze is succesvol in haar carrière. En ze leert bijvoorbeeld een van jullie kennen. Je vindt haar leuk, je vindt haar mooi, je vindt haar karakter leuk, maar ze verdient wel meer geld dan jij. Dus zij gaat misschien straks een huis kopen voor jullie of zo. Hoe voel je je daarbij? Ja, maar dat is je bent al zeg maar als ver. Ja toch. En dat kan het. Ja, maar het is dan lijkt je haar. Maar het is ook ergens vind ik zeg maar op je rijbaan blijven. Als je snapt. Ja toch, maar nee, maar als jij weet dat je als ik mijn pap maak. Ja toch. Ik maak mijn pap. Daarom? Ja, zij ook. Ja toch. Oké, jij voelt je goed bij mij, ik voel me ook goed bij jou. Je weet toch, we gaan naar de bios. Jij zegt opeens tegen mij van, lieverd. Ik wil een haas voor ons kopen. Nee, dat is top! Het is voor iemand. Nee, dat is top! Die initiatief. Nee, dat is top! Maar dan ben jij als man, vind ik weer. Hoort dat te zeggen van schat, weet je, nee, ik ga die haas kopen. Nee, niet ik ga die haas. We doen het samen. Maar je kan daar ook. Nee, daar kan je ook niet helemaal twijfelen dat hij niet zo denkt. Ik twijfel daar. Nee, maar het is toch schade? Nee. Nee, ik snap je. Ja, toch? Nee, maar het is. Ik snap jou, maar dat is wel een mooie soort van constructie. Yes, van maar daar komen we doorheen. Yes, en dat bedoel ik. Van, als je maar je hebt ook mensen die denken van, persoonlijkheid hebben en denken van, ga je huis kopen? Klopt. Oké, dan ga ik met jou mee. En dan loop je naar de mannen en dan loop je naar de mannen in die Range Rover met een babybuggy.
Ja toch? Hey. Nee, ja, schat, ik ben bruid, heb je nieuw. Zeg ze deze, schat, ik ga gaan tanken. Hé, ga boodschappen doen en zo. Ik ga tanken, nee papa, doe kom maar wel. Dus conclusie, jullie vinden het eigenlijk geen probleem als een vrouw onafhankelijk is. Je moet samen vooral samen sterken. En het ligt aan karakter. En als ze dan meer verdient, top. Dan motiveert ze mij om ook daar te komen. Juist, om okay. Te weet je wat het is, zeg maar, waar wij vandaan komen? Wij zijn zo getraind dat wij vrouwen met geld niet kunnen laten uitgeven. Nou. Dat zijn wij, al hebben we weinig. Oké. Okay. Ja man, zij krijgt de kans niet om bij de kast heeft te komen. Heeft ook wel een stukje met culture te maken, ja, toch? Ja, ja, dat is waar we net zijn. Zij krijgt niet de kans om bij de kast te komen en ik ga mezelf ook niet in positie zetten. Dat ik bij een kassa kom die ik niet kan betalen. Dus daar zijn wij voor getraind. Dat is professionals. Mm. Yeah. Maar dat is ook wat we zelf zijn, de persoonlijkheid en dat soort dingen. Het heeft inderdaad te maken met karakter. Ik ben het met jullie. Maar jullie supporten de vrouwen die nu kijken zeker om independent te zijn. Zeker weten, man. Nee, hier is absoluut geen sprake van feminisme. Wauw. Oké, laatste vraag. Jullie als mannen, Jullie zeggen je hebt schade, maar jullie gaan niet voor altijd alleen blijven, neem ik aan. Ik weet niet of sommigen van jullie een relatie hebben. Ja, ja, Wat is dan belangrijk in die wifi, als je die wifi gaat vinden of als je met iemand spreekt of zo? Wat moeten vrouwen hebben voor jou? Vraag het aan degene die een relatie heeft. Kan allemaal, maakt niet uit. Ze moet haar handen kunnen vies maken. Ja man, ze moet bijna net mijn moeder zijn. Ja man, zeg maar. Dat is ze ook bijna. Ja man. Je weet toch, zorgzaam, lief. Ik moet me soms net een baby voelen. Ja, ik heb soms, niet altijd. Jawel, ik heb echt mijn momenten. Ja, ja, ik ben echt een grote baby. Wanneer ik zeg schat, ik voel me een beetje ziek. Je weet toch, dat maar is zo. Echt zo. Ja. Nee, gewoon, ik bedoel gewoon van persoonlijkheid, karakter. Ja toch, maar wat in die persoonlijkheid niet, en karakter? Niet te veel afgeleid ook door social media en dat soort gebeuren. Ik sluit zeg maar die weg niet, maar het is gewoon open, mag het zelf invullen. Weet je wat ook belangrijk is, vind ik? Hier is only facts, man. Is zeg maar als zeg maar, want meestal is het altijd zo dat zij zeg maar van jou leert, snap je wat ik bedoel? Het is ook soms fijn als wij een keer van hun leren, snap je? Mm. Ik denk dat ook dus belangrijk is. Je ook op elkaar schouder kunnen leggen. Ja, toch? Dat je gewoon jezelf kan uiten als je soms een beetje fucked up voelt. Je moet gewoon echt je beste vriend zijn, zeg maar. Ja, toch? Edson? Je maatje. Ja, ik moet daar gewoon mijn rust kunnen vinden, toch? Niet dat ik gewoon weer hoofdpijn draag. Zo, gewoon, ik moet mijn rust zijn. Vooral met jullie werk. Rust zijn, dat is mijn hoofdpijn. Ja, man. En andersom, wat denken jullie dat vrouwen zoeken in een man? Nou, vertellen jullie dat. Ja, wat denken jullie als mannen? Kijk, van? Die vraag is zeg maar, het is eigenlijk zeg maar heel open. Want ik kan zeg maar, mij kan nu zeg maar op de gang gaan staan, we kunnen die vraag aan jou stellen. Ja. En zij kan zo komen en ze geeft een ander antwoord. Verschil ja, tuurlijk. Echt elke vrouw. Ja. Dat is zeker zo. Ja. Maar in grote lijnen. Wat denk je dat vrouwen willen? Zeg maar, zeker. Vrouwen hebben altijd zo'n waslijst van hier tot aan het maar voor het standaard basisdingen is wel gewoon sowieso gewoon van echt oprechte vrouwen die echt op zoek zijn naar liefde. En is het wel gewoon een man met persoonlijkheid, karakter, hart op de juiste plek. Juiste intenties, financieel onafhankelijk, stabiel gewoon en dat hij gewoon voor zichzelf, in eerste instantie voor zichzelf kan zorgen. Sommige vrouwen houden ook van een man die heel veel aan het werk is, maar dan is dat weer het probleem. Sommige vrouwen houden van mannen die heel veel tijd voor hen hebben, maar dan is dat weer het probleem. Sommige vrouwen houden van mannen die heel lief zijn, maar dan zijn ze weer... Eigenlijk, sommige vrouwen houden van harde mannen, maar dan is die te agressief. Wat is daar een woord voor, een mooi woord voor? Balans. Nee, er is geen balans. Elke pot heeft zijn deksel. Elke pot. Elke pot heeft zijn deksel, zeg maar. Hij gaat helemaal stil. Balans? Dat staat niet, man. Vanuit jullie. Vanuit ons. Voor mij, is wel een goede vraag. Siva, jij hebt een relatie, ik denk dat jij een leuke antwoord hebt. Ja, ik heb eigenlijk wel alles wat ik zocht in iemand gevonden. Maar wat jullie net zeiden, wij werken allebei heel hard. We werken allebei in dezelfde branche. Dus we snappen elkaar heel goed. We snappen elkaars culturen heel goed. Hij is Surinaams, ik ben Iraans. We hebben respect voor elkaars achtergrond, cultuur. We hebben heel veel dezelfde waarden, vinden familie belangrijk.
Het is echt 50-50. Balans, ja, eigenlijk. Ja, basically balans. Ja, en daarom werkt... Ja. Nu we uit op balans. Ja. Maar dat, nee, dat, is wat gaat, dat is wat gaat werken. Ja, maar dat is want wat, vrouwen wat zoeken goed. Vaak niet wat werkt, bro. Ja, ik heb dat, omdat nee, ik... maar dat is die mood swing. Die van, ja, ik wil een beetje dit, maar ik wil ook een beetje nee, dat. Maar het is ja, nee, maar dit is ook ervaring. Ervaring die je als vrouw opdoet. Zeg maar, ik heb voor deze relatie juist een hele slechte relatie gehad, waardoor ik wist wat ik niet wil. In de volgende. Dit zegt, dit ja, zeker. Ik had het, maar die schade heb ik verwerkt. Ja, is nu weer oké. Dit zegt Tory Lanez trouwens in een track. Wat zegt hij dan? I made you perfect for the next one. Ja, zo is het echt. Zo is wauw. Zo kan je het ook zien. Dus misschien was dat nodig om nu jouw goede relatie. Zeker. Ja, ik ben hem dankbaar in de zin van dat ik nu weet wat ik niet wil. Zeg maar in een relatie. Thank you. Eye-openers, die heb je ook nodig. Daarom, ja. Dus. Maar wat ik belangrijk vond in een man is ook een aantal dingen die jullie zeggen. Inderdaad, stabiliteit, respect. Kijk, een guy hoeft niet enorm veel money te hebben, maar wel gewoon dat je zelfstandig bent. Ja, gewoon basis. Dat is het. Maar jij bent single, dus jij kan eigenlijk wat je zoekt. Kijk, wat ik heb een vraag voor jou, maar... Yeah. Take notes, heren, nu. Nee, ga jij eerst. Zeg maar, het is eigenlijk een religieuze vraag. Zeg maar, hoe... Yeah. Hoe sta jij, zeg maar, hoe heb je dat, zeg maar... Ja, Iraanse, tenminste, mijn opvoeding was niet religieus. Ah. Dus dat is ook anders. In heel veel Iraanse gezinnen, nou, ik kan niet voor iedereen spreken, maar elk Iraanse gezin is anders. Maar ik ben bijvoorbeeld niet islamitisch opgevoed. Niet veel Iraanse mensen. Ja. Dus daarom... Hoef je niet per se erin, dat was gewoon echt een vraag. Nee, religie speelt er bij mij geen rol. Okay. En met mijn vriend ook niet. Dus het is meer de cultuur. Ik hou van de Surinaamse cultuur, hou het van de Iraanse cultuur. Okay. Dus heel veel dezelfde waarden. Familie is belangrijk, respect is belangrijk, waardering. En dat werkt dan goed. Oké. Waar waren we? Jeetje, dan moeten we snel door. Ik was we wachten op jou, hoor. Nee, kijk, weet je wat ik heel erg vervelend vind? Is dat het beeld heel erg is gevormd dat vrouwen op zoek zijn naar rijke mannen. Maar ik zeg jullie heel eerlijk, ik verdien echt mijn eigen geld. En ik heb mijn hele leven zelf opgebouwd. Dus wat ik zou willen in een man is echt iemand waarvan ik mijn hoofd ook soms op zijn schouder kan zetten. En dat hij mij kan adviseren in mijn carrière soms, weet je, mij kan aanvullen. Dus dat en loyaliteit, man, want dat heb ik gemist in mijn vorige relatie. Ja, ik hoor je. Dat is de grootste probleem geweest. Ja, ook. Ja. Ja, dat weet je niet van tevoren, hè? Nee, dus dat is waar, maar... dingen die je kan kopen in de winkel, zeg maar. Je zegt toch, een ezel stoot zijn hoofd niet weer aan de... Ik weet niet hoe het zou zijn. Twee keer dezelfde. Dus ja, soms ruik je het toch wel. Ja? Ja. Maar ja, liefde maakt niet alleen blind, hè. Je neus gaat ook niet meer werken. Als je over die tandjes en die oren gaat praten, die ga je gewoon zeggen van, jij weet op wat je fout doet. Heb je dat niet als je met tantes en ooms en zo gaat praten? Die zeggen je gewoon van, oh hel je. Jij weet op wat je valt. Kijk naar hem. We zijn hard. Kijk toch, je ziet toch. Mijn vader heeft dat ook echt vaak gezegd. Je weet wat je doet. Ja. Ja, je die man was niet alleen voor jou, dat kon je al zien. Ja. Dat zei hij wel echt vaak. Oké. Nou, dit waren de kijkersvragen. Ja, dus we zijn al heel lang mee bezig geweest. Yes. Maar het was interessant om ook inderdaad een mannen versus vrouwen perspectief. Ik denk ook dat daarom de vrouwen deze vragen stelden. Uh-huh. Maar nu zijn we zeker een stukje rijker qua kennis. Even terug naar jullie zelf. Welke vrouwelijke invloeden hebben jullie gehad in jullie jeugd? Moeders, zussen. Wat voor rol speelt eigenlijk een vrouw in het algemeen in jullie leven? Buiten de schade. Mijn moeder, hoor. Alles echt. Erg afhankelijk van mijn vrouw. Ja, man. Ik moet... Kijk, hoe je mij bijvoorbeeld zegt, bijvoorbeeld zijn moeder. Kijk, bij mij was het heel anders, want ik ben niet met mijn moeder opgegroeid. Mm. Ik was met mijn oma opgegroeid, waardoor ik... En Jared had vroeger relaties, snap je? Shah was ook gewoon met zijn moeder, Edson was ook gewoon met zijn moeder. En ik was met mijn oma, maar... Zeg maar, buitenshuis ging ik toch wel, zeg maar, op zoek naar gewoon... Want ik... Mijn oma was echt... Hoe Jared zei van... Die tantes en zo, hun zijn echt hard, snap je? Mm. En mijn oma was best wel hard met mij. Waardoor ik het destijds niet echt begreep. Dus, zeg maar, buitenshuis ging ik af en toe, zeg maar, dan... Bijvoorbeeld gewoon echt liefde zoeken, waardoor ik zeg maar op mijn 18e een kind had gekregen. En ik merkte van, ik voelde me meteen goed toen ik daar kwam bij haar, snap je? Zij was echt al op haarzelf, snap je? Dus ik voelde me echt gewoon top daar, snap je? Dus voor mij was die invloed had op mij van, ja man. Die female energy was juist, goed voor je. Ja, was heel goed voor mij, snap je? Of het nou je vrouw is of je moeder. Ja, klopt. Dan bij mij is het zeg maar een soort van estafette geweest.
Dus mijn vrouw heeft het overgenomen van mijn moeder en ik ben daar, man. Baby, baby. Mooi. Mooi. Maar dan heb je dus personal life en carrière-wise. Ja. Hoe zit het carrière-wise? Werken jullie met veel vrouwen samen? Hoe vinden jullie het? Of is er een vrouw geweest die jullie echt heeft gestimuleerd, geholpen? Nou, carrière-wise niet echt, hoor. Ja, we hebben één keer met een vrouw samengewerkt, dat was Sparta Stadion. Dat zou gewoon een punt kunnen zijn. Ik kan niet shade, zeg maar, en shade gooien op alle vrouwen, zeg maar. Nee, ik kan ze niet over één kam scheren, maar het is wel voor ons een dingetje dat je toch wel gaat kijken van, maar ja, dat ken je eigenlijk, zeg maar, over elke persoon, zeg maar. Dat je wel denkt van, stap je terug. Er zijn ook wel mooie dingen. Bijvoorbeeld, de moeder van mijn vrouwtje, zeg maar, heeft zeg maar, mij heel vroeg, heel jong in huis genomen, zeg maar. En ze heeft mij wel mijn ding laten doen in haar huis, snap je? Gewoon, dus het maken van muziek? In het maken van de muziek. Die boys kwamen daar ook over de vloer. En ja, daar dus zij heeft je eigenlijk geholpen ook in je daar carrière? Daar zijn we zeg maar, ook echt onze eerste studio gestart. Zeg maar. In mevrouwtje de kamer. Dus ja, zeg maar, dankbaarheid is wel een hele andere. Ja man, shout-out naar haar man, 100%. Ja, nee, ik moet eerlijk ook zeggen van in mijn persoonlijke leven dat... de vriendin waarmee ik nu ga, zij heeft mij ook heel veel dingen geleerd, snap je? Hoe je met geld moet omgaan, hoe je zeg maar, met fame ook een beetje moet omgaan en dat soort dingen, snap je? En ja, is leuk, het voelt goed als je iemand achter je hebt, snap je? En sowieso daarna shout-out naar onze moeders, man. Ja, dat sowieso, man. En jullie hebben natuurlijk de track Fieri gemaakt. Ik vind dat echt een hele mooie song. Maar wat was de gedachte precies erachter? Want je zegt ook van, ik zou niet weten waar een meisje aan denkt. Waar komt die lijn vandaan? Zeg maar, eigenlijk is het vanuit een perspectief waarbij zeg maar, de dames zeg maar, een beetje naïef zeg maar, zijn. En wat ik net al zei, wij staan niet zeg maar, in het daglicht van dat we die jongens zijn van die vrouwen haten of dat soort dingen, weet je. En ja, de dames die zeg maar, minder gewend zijn, maar die toch gemanipuleerd worden door mannen eigenlijk, zeg maar. En dat was het boodschap erbij van, koppen bij elkaar. En daarom wordt het ook zo, zeg maar, op beeld gebracht. Vrouwen die ook vallen op verkeerde, zeg maar. Verkeerde mannen, dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Hou je ogen open. Ja. En dat wordt ook gewoon beschreven in dat nummer. Als je gewoon goed luistert, inhoudelijk wordt het ook zo beschreven. Mooi. En wie van jullie is vader? Want jij zei het net, je hebt een kindje. Wie heeft hier nog meer kinderen? Hoe heeft het vaderschap jullie veranderd? En hoe combineren jullie bijvoorbeeld gezin en carrière? Wat vroeg je? Hoe het vaderschap jullie als persoon heeft veranderd? Veranderd weet ik niet, maar wel je enigste wat ik zeg maar heb is je voelt wel een hele grote verantwoordelijkheid. Snap je? Maar ook mede door de vrouwen zeg maar, hun maken het natuurlijk voor ons weer mogelijk zodat we ons goede vader kunnen zijn en ook tegelijkertijd een goede artiest kunnen zijn. Dat is ook weer dankzij de vrouwen. Yes, want het heeft me niet echt veranderd ofzo. Het heeft me geboost, zeg maar. Ja, toch. Precies. En het heeft me persoonlijk ook heel erg gelukkiger gemaakt vooral. Ja. Het is me echt opgevallen dat kinderen hebben echt superleuk is. Zeker. Mooi. Ja, los van je succes. Het is gewoon echt je matje. Daar begin je wel te voelen wat leven is. Wat leven is, liefde is, rust. Ja, klopt. En vooral, kijk. Afleiding, alles. Vooral als je geen voorbeeldfiguur hebt gehad als vader zijnde. Dan, tenminste, bij mij dan was het zo. Mijn lijf ook niet echt voorbeeldfiguur gehad. En dan was het ook. Het is lastig om dat zeg maar in te vullen. Dus je hebt elkaar eigenlijk gewoon om. Ja, we zijn midden in de stad, guys. Ja, sorry. Net als vorige keer. Ja. Number one in life! Maar ga door. Ja. Uiteindelijk heb je zeg maar, dat zeg maar. Het is lastig als je. Vooral wij zeg maar, in de fase zeg maar, waar wij toen zeg maar, vader zijn geworden. Mella bijvoorbeeld toen die 18 was. Ja. Je bent nog zoekende. Ja. Je bent nog aan het kijken van. Je bent nog aan het zoeken naar opties. Financieel ben je nog niet sterk. Je weet ook niet dat zeg maar, het financieel eigenlijk niet eens per se nodig is om een kind op te voeden.
in die fase, zeg maar, dat liefde eigenlijk belangrijker is dan alles. Mm-hmm. Tijd, energie, dat het belangrijkste is. En daarin, zeg maar, hebben we allemaal van elkaar geleerd. En Mella was daarin de eerste vader geworden. Wij hebben hem daar ondersteund. Mm-hmm. We hebben elkaar ondersteund. Vervolgens zijn we, nu zijn we met een hele grote familie. En iedereen in zijn... Ik ben trots op iedereen die vader is, zeg maar. Mm-hmm. Die op zijn manier, zeg maar, vaderschap die rol invult. Ja. Ik kom dan aan op eigenlijk een beetje de laatste vraag. Nu hebben we het gehad over schade, over man en vrouw en alles. Wat is jullie tip naar de kijkers voor alle geslachten van hoe ze met elkaar het beste kunnen omgaan? Wat kunnen beide geslachten van elkaar leren? Wat denk je dat mannen van vrouwen kunnen leren en wat denk je dat vrouwen van mannen kunnen leren? Ja, ik zeg je eerlijk, denk sowieso, respect is sowieso belangrijk. En ik denk dat we gewoon, zeg maar, hedendaag, zeg maar, nu in een fase van onze leven niet per se niks moet, maar dat we wel zitten dat we hebben te maken met sociale druk, mm-hmm. we hebben te maken met afleidingen, dat soort dingen. Dat iedereen, zeg maar, wel elkaars ding moet respecteren, maar dat we elkaar ook moeten behoeden en moeten attenderen en adviseren om die dingen wel, zeg maar, gewoon elkaar daarin proberen te steunen, ondersteunen, helpen om geen gekke dingen te doen, dat soort gewoon dingen. Gewoon communiceren, denk ik, Communicatie met elkaar, ja. Meer sociaal, naar elkaar toe. Zeg het gewoon, als je het denkt. Probeer elkaar te coachen met een bepaalde oprechte intentie. En daarnaast denk ik ook gewoon, wat ik net, zeg maar, ook tussendoor aangaf, dat er inderdaad ook geen sprake meer moet zijn van feminisme, of dat vrouwen het gevoel hebben van dat we veel lager zijn dan mannen. Dat mannen dat ook moeten respecteren, dat er gewoon dingen vrij moeten komen, bij wijze van dat er meer vrouwen in de scene kunnen komen, dat er gewoon ruimte moet gemaakt worden. Samen zijn. Ik vind het bijvoorbeeld gruwelijk hoe die Marokkaanse dame in Mokro Mafia, bijvoorbeeld die actrice, hoe ze daartussen, het is gruwelijk, weet je. Daarin heb je genoeg artiesten, die ook nu vrouwelijke artiesten, die nu ook een podia krijgen, dat daar gewoon ook gewoon respect voor gemaakt moet zijn. En andersom ook. Zeker mee eens. Iemand nog toevoegen? Voor mij is er geen verschil, zeg maar, in geslacht. Ben je hard, ben je hard, ben je niet goed, ben je niet goed. Mm-hmm. Ik kijk niet, zeg maar. Natuurlijk, de scene is, zeg maar, soort van wel een mannenwereld. Dat is zeg maar zo, maar voor mij is er geen verschil in, man. Ik vind bijvoorbeeld een Latifa gewoon even hard. Mm-hmm. Ik kan haar gewoon met mannen op een track zetten en misschien rap ze die mannen zelfs direct. Exactly. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, als er meer vrouwen zijn met grote talenten, ja kom maar man. Ja, man. Mm-hmm. Hoe meer, hoe beter. Jullie zijn welkom. Wat is volgens jullie, zeg maar, de reden dat er, zeg maar, weinig ruimte is voor de vrouwen, zeg maar, hedendaags? In de scene. In de scene, in de industrie. Ja, kijk, ik denk, dat heb ik laatst ook tegen iemand anders verteld, ik weet even niet meer wie, maar jullie mannen zijn best wel hecht met elkaar. Snap je? Dus als jij iets nodig hebt, bel je mattie of die mattie belt jou. Maar je belt niet zo snel een vrouw die je ook kent. Dat gebeurt gewoon net niet zo snel als je die guy belt. Ja. Dus dan gaan die mannen veel meer met elkaar groeperen. En die vrouwen blijven er buiten. En die proberen de hele tijd ertussen te komen. En dan is er soms net één spot voor die vrouw bij die ene label en één spot daar. En die vrouwen gaan met elkaar vechten voor die ene spot. Dus op een gegeven moment... Weet je, ik merk wel dat nu in deze tijd in corona, dat we veel meer bewust zijn. Ook op etniciteit, dus niet alleen man en vrouw. Dus diversiteit in het algemeen. Ja, je ziet veel meer vrouwen op hoge posities, ook in deze media- en entertainmentbranche. Dat is ook de reden waarom we Womanhood zijn begonnen. Ja. Want we willen hun gewoon een spotlight geven om hun ook bekender te maken. Want je ziet bij heel veel podcasts, zijn er gewoon geen vrouwen aan tafel. Klopt. En... ja, en bijvoorbeeld misschien uit mijn eigen ervaring. Wie is jullie A&R bijvoorbeeld? Bij Top Notch nu op dit moment Solomon, Hef en Tom. Ja, okay. Dat zijn drie mannen. Ik geef een voorbeeld. Jullie zitten in een studio. Het is 3:00 s'nachts, want jullie zijn nog lekker bezig. Jullie willen even doorhalen. Solomon is met jullie. Jullie betrekken hem mee en jullie praten, dit en dat. Als ik dat doe... Ik ben ook A&R. Ik heb precies dezelfde job als Solomon. Maar als ik om 3:00 s'nachts in de studio ben met mannelijke artiest en andere artiesten zijn of andere mensen zijn er. Hé, hey, die chick is volgens mij met hem, hè. Volgens mij gaan ze hier naar ergens heen. Er zijn zoveel aannames alleen omdat ik een vrouw ben en omdat ik daar zit. Dus wat heb ik gedaan? Ik ga niet meer in de nacht naar de studio. Ik weet hoe laat, wanneer, waar ik ben. Op een gegeven moment zelfs wat voor kleding je aandoet. Ja. Dat je wijdere kleding gaat aandoen. Zodat... Dat je gaat oppassen dat je niet te blij of te vrolijk doet. Ja, als je in een
Bijvoorbeeld bij mij was het dan toen ik marketingmanager was bij Anchor, was ik backstage heel vaak om fotografen, videografen te brieven. Ging ik heel oppassen dat ik niet te leuk ging doen of te blij of dat ik heel zakelijk bleef non-stop. Terwijl eigenlijk, ik ben ook op een festival en ik kan ook even plezier hebben. Maar wanneer je jezelf bent, dan ga je ook in de groep kunnen komen. Want je bent jezelf en niemand lijkt je omdat je jezelf bent, maar je moet je steeds inhouden of... Dus het is, ja... Dat vind ik heel erg, man. Ja. Ik vind het heel erg dat jullie, zeg maar, jullie zelf moeten beperken, zeg maar, door meningen van anderen, zeg maar. Dat is iets, ik ben daar gewoon echt op tegen en we hebben het hier wel vaker over. Ik begrijp, zeg maar, waar het vandaan komt en dat het waarschijnlijk ook heel erg veel is. Maar ik kan daar persoonlijk kan ik daar niet tegen, man. Ik hou niet van als mensen, zeg maar, hun talent of hun werk links laten liggen. Omdat mensen daar een mening over hebben of op een manier, zeg maar, ernaar kijken. Ja. Ja. Maar ik denk dat het ook komt door mannelijk advies, zeg maar, dat ze tekort komen aan dat... Soms is daar gewoon sprake van dat er, zeg maar, mannelijke mening of advies doet een vrouw toch wel goed, zeg maar. Zeker. Ik heb heel veel van mannen geleerd. Ja. Maar ik denk ook wel dat er een soort van kleine angst zit tussen de man en vrouw van hoe ver kan je gaan. Wat denk jij dat wij mannen daaraan zouden kunnen doen dan om dat te kunnen veranderen, zeg maar, voor mensen in jouw positie? Minder aannames maken als het om een man en vrouw gaan die ineens ergens staan of zo. Niet gelijk denken van, oh, die is zeker vriendin van of die, weet je toch. Dat is één. En gewoon meer samen. Bel mij een keer als je advies wil over een track bewijzen van nu ben ik met je A&R. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. En één heel belangrijk ding. Ook mannen onderling elkaar accountable houden. Zie jij dat je mattie iets fout doet? Gelijk remmen. Zie je dat hij iets doet wat eigenlijk niet kan of niet door de beugel kan? Spreek hem erop aan. Ik zag laatst ook van straatintimidatie, als vrouwen in de nacht op straat lopen en bang zijn. Wat kunnen mannen doen om daar bijvoorbeeld te helpen? Weet je wel, zorg dat een vrouw zich dan veilig voelt, ook in zo'n setting. Stel je voor, je bent met elkaar in de studio. Wees daar ook bewust dan van, zeg maar. Ik denk dat dat ook is waar. En ik denk communicatie ten alle tijden. Praat er met elkaar. Ik denk dit alleen al. Ja. Dat is het. Dit soort gesprekken, moeten we blijven voeren. Dat is het. Inderdaad. Want inderdaad, op het moment dat je niet communiceert, dan ga je inderdaad gewoon... Het menselijke aard werkt gewoon, zeg maar. Ja, tuurlijk, het is menselijk. Het menselijk brein werkt ook gewoon zo dat je gewoon denkt van... Oh, heel lichtelijk dat je denkt van, oké... volgens mij dit of volgens mij dat. Terwijl als je erover praat, dan haal je alles uit de wereld. Ja, zeker. Exactly. Dus uiteindelijk nog steeds communicatie. Precies, communicatie. En altijd iemand hebben om je gevoel te uiten, toch? Mm-hmm. Laat het niet opstapelen en ga het niet zelf voor jezelf invullen. Ja. Mm-hmm. En wat ik persoonlijk, zeg maar, een tip naar vrouwen is, blijf geleerd van mijn broeder. De wereld is gemaakt voor de brutale mensen. Stap op mensen af en deel hoe je, zeg maar, erover voelt, maar kom niet, zeg maar, met die te hoge... Kijk dat, zeg maar, soms is een, ligt iets, zeg maar, zo hoog, omdat je iets zo lang hebt laten liggen en hebt laten opstapelen en dan opeens barst je uit en dan spreek je iemand erop aan of dan ga je schreeuwen. Dat is te laat, zeg maar. Wanneer je iets voelt, dan spreek dat gewoon met je mensen om je heen. Ik heb nog wel één vraag, misschien een beetje uit de context, maar het sprong ineens in mijn hoofd. Bij de Woordenschat podcast die ik met jullie heb opgenomen, hadden we het ook over vrouwen die veel aan zichzelf veranderen nog. Volgens mij waren jullie daar niet zo fan van. Nee, wij, kijk, tenminste, iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zelf zin in heeft. Sowieso, als jij als vrouw denkt van, ik moet dit aan mezelf doen of ik moet dit veranderen. Weet je, wij zijn meer voorstander van, verander je persoonlijkheid, verander je karakter als je daaraan moet sleutelen, weet je. En als je uiterlijk wil veranderen, moet je zeker vooral doen waar je zin in hebt, of als je dat voelt. Maar als onze persoonlijke keuze valt daar niet, dan praat ik namens ons allemaal, valt daar niet per se voor. Omdat absoluut niet. De schepper heeft ons wat gegeven en daar staat jouw zekerheid, jouw zelfvertrouwen. En als je op het moment dat jij jezelf wil gaan sleutelen, dat is een vorm van onzekerheid. Omdat je niet tevreden bent met jezelf. Dat is voor ons zo, dat is onze kijk erop dan, hè? Snap ik. Natural glow, want wat heb je nou, zeg maar, aan, tenminste, wat hebben wij dan aan een vrouw die body heeft gedaan, taille smal, top lichaam, allemaal mooi, maar inhoudloos. Ja. Kijk, en dan kun je wel zeggen, ja, maar er zijn ook vrouwen met inhoud. Ja, klopt, maar dan heb ik dan toch, als ik dan die kijk daarop heb, dan heb ik al zoiets van, vanuit onze optiek is het dan van,
je hebt toch aan jezelf gesleuteld. Mm. En een keer, tuurlijk, als je 4 kinderen hebt gehad, we hebben een relatie en je zegt, hé schat, ik wil even dit echt weghalen, wat kan niet. Kunnen we overwegen, betalen we het, top, doe maar. Nee, mooi. Maar jullie vinden gewoon karakter in general heel belangrijk. Dat merk ik gewoon uit dit hele gesprek. Wat ik wel duidelijk wil maken is, daarmee wil ik niet zeggen dat... Er zijn vrouwen die rondlopen die ook hun lichaam hebben gedaan en ook gewoon top karakter hebben en dat soort dingen. Snap je van, ik trek geen lijn of zo van, ik zeg niet het is goed of fout. Maar voor mij persoonlijk. Maar doe het niet voor de man. Hoe dichter bij naturel, hoe perfecter het wel. Daar is het af, denk ik. Maar ik denk ook. Dichter bij naturel. Drie dingen die echt in het hele gesprek voort zijn gekomen: van just be you, communiceer en balans. Nogmaals, ik wil wel daarop zeg maar echt duidelijk wat Jared net zegt. Nogmaals, het is geen shade. Nee, of voel je niet aangevallen. Dus als je het ziet. Voel je niet aangevallen, je bent niet minder dan een andere vrouw. Het is een persoonlijke keuze, doe wat je zelf. Ja, nee, hoe hun ook op hun dingen vallen toch? Jij wil ook soms groot, klein. Ja, vrouw, misschien als we jullie vragen, vallen jullie op, zeg maar om die vraag om te draaien, vallen jullie op mannen die zeg maar kaaklijn hebben gedaan of... Nee. Of ik hou ook niet echt van die cosmetische ingrepen. Guys. Ik hou ook van naturel inderdaad. Gewoon wat zijn nou net dichter bij naturel. Naturel, hoe perfecter het wel. Ja, ik vind dat ook niet eens Nederlands, het is Grieks. Grieks. En wat ik mooi vind uit het hele gesprek is, we hadden net in de kort in een soort van pauze even over jullie doelgroep bestaat uit heel veel vrouwen. En jullie waarderen vrouwen heel erg ook. Dat kwam ook echt naar voren, dat jullie hadden over jullie moeders, vrouwen, gewoon de female energy is voor jullie ook heel belangrijk in jullie leven. Dus dat is mooi om te zien. Het is de drijfveer. Zo is het weer wakker. Die generatie was alles. Onze kattenvanger. Het is de drijfveer. Die generatie was ook anders toch, die vorige. Tenminste, hoe ver ik voor nu zeg maar ik hoop dat het weer verandert. Ik zeg je weinig vrouwen van destijds die... Ik zeg je eerlijk, onze manager zegt altijd tegen ons van... Jullie hadden uit mijn tijd moeten zijn. Daar was geen social media. Daar moest je game hebben. En hij vindt zeg maar dat wij... dat onze game niet zo sterk is. Ik wil hem bijna te pijn op, maar ik zwaar. De volgende episode met Gregory. Ja. Hij heeft alleen Gregory hier. Maar zeg maar... Geen snelle balkons. Denken jullie dat de mannen van vroeger meer game Eerlijk hebben wel, ja, man. Dan de jongens van ja, deze man. Tijd? Veel meer attent. Echt. Ja, je kijkt me zo Het was wel gelijk midden in de heat, denk ik. Tenminste, ik heb het niet persoonlijk meegemaakt. Ik ben het er echt niet mee eens. Maar aan de spot, toch? Weet je wat ze vergeten? Wij komen ook van MSN en zo. Broer, wij komen ook van Fiesta Info, Hives en zo. Ja, klopt, maar je bent... Kijk, broer, hij komt uit een tijd van... Hé, hey broer, sms'en na 8 uur. Orange, dat deden wij. Orange deden we wel. Hun komen uit een tijd van pieper en zo. Kijk, dat is een andere toon. Dat is... Je trekt een sprint aan de pieper. Of als je een vrouw... Maar daar gaat het niet om, hè. Kijk, de mannen van toen, vind ik, ook als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld, de attentheid in... Het even checken van hoe gaat het met mijn vrouw of het missen van, weet je. Bosje bloemen en zo. Nu zijn we door social media zijn we zo gewend dat het even snel kan, dat je het gewoon vergeet. Dat is het. Ja, maar zeg maar, ik vind niet dat mensen... Je moet je niet vergissen. Je kwam echt, zeg maar, vroeger... Jullie kwamen correct, zeg maar. Van in de zin van een bosbloem. Je komt met een bosbloem. Een walkman. Je komt met bonbons. Je komt in deze, zeg maar, in deze. Je klopt bij die door. Nee, Asher. Alain Will Smith, zeg maar. Ja? Maar die grond laat je gelijk. Dat is die Army videoclip van vroeger toch? Die smooth videoclip. Dat is toch? Ja, kijk, nu is het inderdaad wel, zeg maar. Sorry dames, jullie moeten genoegen nemen met nieuw. Nee, maar ik bedoel, is weg. Wij zijn die crossover. Maar eerlijk gezegd, wat doe je? Schrijven ze nu met WDJ? Vraagteken. Ja. Dat soort dingen bedoel ik. Ja, neem de tijd. Jongens, ik heb een trucje. Je kan die afkortingen schrijven in je iPhone en dan schrijft hij hem voluit. Zo is Edson. Oké, kijk. Zo is Edson. Hij verheerlijkt zichzelf heel snel. Snel. Dat is een trucje. Jongens, luister dus niet naar Edson. Ja, zeg maar, die vrouwen weten dan zeg maar ook van, hey, zijn game is een andere game. Nee. Het is een platform met vrouwen. We praten nu algemeen. Hey, algemeen wel. Tip
van de dag, tip van de dag. Wij praten altijd. Wij komen uit 90. We zijn van 90. We hebben MSN, we hebben Filster. TMF'tje, die kant. We hebben al die ontwikkelingen meegemaakt. We komen van T9. SMS en T9. Mensen van mannen van. Ik weet niet, ik ben niet helemaal met je eens. Wij zijn attent, patent, alles. Met tent. Oké. Ik vond het een geweldig gesprek. Ja man, echt super bedankt voor je komst. We hebben heel veel gelachen, maar ook hele mooie, ja, de communicatie tussen mannen en vrouwen is naar voren gekomen. Jullie waardering voor vrouwen. En we sluiten eigenlijk altijd elke aflevering af en ook deze met de Gratitude Journal. En dat vinden we omdat we dankbaarheid tonen heel belangrijk vinden. Dus ik wil eigenlijk van ieder van jullie horen wat op dit moment 3 dingen zijn waar jullie heel dankbaar voor zijn. Het mag van vandaag zijn. Waar ben je vandaag heel dankbaar voor? Of van de hele week, van je hele leven? 3 dingen. Ja, 3 dingen waar ik op dit moment gewoon heel dankbaar voor ben. Shaf. Ja, sowieso dat ik vandaag ben opgestaan. Ja. Ik ben dankbaar voor mijn broeders. En dankbaar dat we gewoon, ondanks in deze moeilijke tijd, dat we gewoon elke dag met een soort van positief perspectief naar de volgende dag kunnen kijken. Mooi. Ja, wie is de volgende? Ben ik ja, laten we zo het rijtje anders afgaan. Ben niet dankbaar voor Rutte. Nee, ik eigenlijk sluit ik me volledig aan bij Saf. En ik ben sowieso dankbaar dat we gezond zijn. Dat onze kinderen gezond zijn. En niks tekort komen, ondanks deze lastige tijd. Eigenlijk de gehele omgeving, familie. Mm-hmm. En hoop op een mooie vooruitzicht. Corona-proof. Voor de rest leid ik me volledig aan bij wat Charles zegt. Dat we ademen, dat we op zijn gestaan. Exactly. Cheer. Bijna alles is al gezegd. ik ben even dankbaar als hun. Ik ben dankbaar dat we elke dag mogen doen wat we leuk vinden. Mm. Met plezier, dankbaar dat we met zulke mooie mensen mogen werken. Ik weet niet wie ik mis. En ja, dit zit man. Mooi gezegd. Dat zit man. Vriend. Ja, blijf bij het over. Ik ben het laatste op geen zeggen. Ja, gewoon blij dat ik mag leven man. Er gaan heel veel mensen nu dood. Ewa, wij leven nog aan Mattie. Nee, er is, ik kan weinig nog zeggen. Er is al heel veel gezegd. Ah, dankbaar dat we dankbaar kunnen zijn. Ja. Wauw. Oké, als allerlaatste. Ja, hij zal lang aan nadenken. Ik ben die sowieso, ja, die boys dankbaar. Mijn kids. Vooral Shaf natuurlijk. ik ben dankbaar man. Gewoon wat ik tot nu toe heb ook vooral. Weet toch? Want we komen echt van niks. En maar ik ben dat gewoon dankbaar. En al meer dan 10 jaar, hè? De documentaire was ook zo dat jij echt een applaus. Ik vind het zo mooi. Ook hoe jullie hier zitten, gewoon echt. Je voelt die liefde gewoon. Ja, ik vind het zo mooi om te zien. Dankbaar. Wij gaan zusterliefde starten. Zusterliefde. To be continued. Zusterliefde is net. Ik ben echt dankbaar. Ja. We zijn naar Greg. Weet je wat het is? We lopen in. Dus vrouwen zijn we mensen denken eigenlijk dat we gek zijn. Dat Greg. Hé, Greg, geef een kleine seintje, man. Laat je. Kom even erbij! Mensen denken dadelijk dat we heel veel. Kom. Ja, maar heb je wel een gek dan? Hey! Kom maar! Mensen denken we zitten om je te roepen naar iemand. Ja. Oké, ik denk dat voor jou nog. Ja. Waar ben jij dankbaar voor? Hij heeft geen zender. Ik weet niet of je het hoort. Oh ja. Hoor je het? Waar ik dankbaar voor ben is dat ik onderdeel kan uitmaken van dit. Af en toe clownes geheel, om het zo maar te zeggen. Hij moet het zijn. Het zijn fantastische jongens en het verrijkt mijn leven op een hele mooie manier. Mooi. En dat is gewoon dankbaarheid in zijn totaliteit. Wauw! Hij komt met Romeinse tekst, man. Oké, okay, ik ben naar Rutte zit naast me. Dit was dan het einde van het seizoen. Ja. Dit was de seizoensfinale. Vergeet niet te. Abonneer, like, subscribe, en steun elkaar. Zorg goed voor elkaar. Let op elkaar. Ja, man. Ja. Man. Ja. Doe het. Amen. Thank you. Dames en heren, welkom bij de Womanhood Show. Wij broederliefde, wij komen nooit met lege handen. Geef het woord aan Ems. Hey. Yes, yes, yes.
Jullie hielden van de keer van die mannen uit de jaren 80, toch? Ja, dus snap je, wij komen ook even van. Oh, baby. Timer. Ondanks deze lastige tijd, we leven in een moeilijke tijd. 2021 was een moeilijke tijd. Maar je weet toch, we hebben het zwaar, maar alsnog kom ik niet met leven. Wij zijn zeg maar. Hij zei zeg maar, die type mannen, we hebben parfum erop gespoten. Dus als je in de avond ermee ligt, je ruikt het. Maar zeg je, hoe zit het met die Gemma? 90 of 10? Oké, maar wij zijn ook niet die dames. We zijn nog verder komen. Period. Oké, Minnesie. Oké, hey. Om jullie album ook nog te vieren. Hebben we wat lekkers meegenomen. Hoe heet het? Laat me even gelijk eten, man. Lekker cupcakes. Ik heb gelijk een mooie. Ja, man. Geef wat je krijgt. Laat zien. Geef wat je krijgt. Wie ze? Ja. Krijg wat je ontvangt. Maar wat je hebt. Ja. Dankbaar. Dankjewel. 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 Dank